een laag aan de bal. Kijk, nou speel je, best een harde rood, hè? Het is prachtig gespeeld, maar een harde rood. Kijk, rood kan natuurlijk veel zachter als je zo diep zit. Kijk, als jij zo diep zit aan je bal, kijk. Andere keuze, nou, dat maakt niet uit. Kijk, als je zo diep zit aan je bal, kijk, dan kan je veel zachter, kijk, naar die kegel toe. Zie je, kijk. En die gaat dan veel zachter. Jij speelt hem helemaal hierheen. Helemaal daar. Dus dat is wat je, dus als je ze allemaal lekker ontspannen gewoon omtrekt, dus heel diep en gewoon lekker relaxed naar voren laat vallen. En laat het maar te hard gaan, maar probeer het met een zo ontspannen mogelijke keu. Dus gewoon voelen, dus goed kijken, in de bal, naar de kegel. Echt een hele mooie oefening om je trekstoot gewoon een beetje wat perfecter door te krijgen. Dus diepe bal met je knietjes, hè? Kan je nog dieper misschien, als je omhoog gaat met je knieën. Ja, kijk, in een, net geen kets, wel een kets, en rustig duw, en klaar. Gaat hij weer? Hij is best hard, hè? Ja, dit maken is punt dus niet, hè? Kijk, wat, kijk, Ton, het maken is het punt niet, want je trekt het natuurlijk prima. Dus alleen de tempo. Ja, het is je tempo is het. Ja. Maar het is eigenlijk de diepte aan de bal, ja, ja. En wat voor level mag je spelen, hè? Dus laag, voelen, duw, voelen. Doe het maar zonder voorbewegingen, dus diep, duw. Dat is moeilijk voor mij. Nee, ja, maar het is goed voor je, het is goed voor je. Stevig, hè? Nou, gewoon even een opfrissen, dat is één. Ga het gewoon even wegspelen en dan zetten we het gewoon weer neer. En dan wordt het vanzelf, krijg je een beetje de slag te pakken. Dus kijk, we spelen nu een rechte lijn tot de witte bal aan toe. Dus in de lijn, goed focussen blijven en stoot. Ja. Goed focussen blijven en stoot. Zoek de juiste dikte. En stoot. Kijk, die is te dik, hè? Yes. Maar je kan dieper. Het hoeft niet harder, hè? Als je dieper, hoef je niet harder. Maar wel door de bal. En ontspannen, hè? Goed je dikte, ontspannen. En stoot. Kijk, te dik, zie je? Maar kijk waar je heen gaat. Kijk waar je heen gaat. Ja, hij komt heel recht. Helemaal bij wit, hè? Dus dat betekent... Te dik? Te hard. Nou, ook te hard, maar ook te dik. Hij is ook te dik. Maar je zit diep genoeg. Maar je kan veel zachter door de bal. Dus zachter voelen. Dus je moet zachter voelen met je hoofd. Dus zachter, zachter, duw. Zo, ja, kijk, dan gaat hij zachter. Kijk, het is beter. Kijk, jij bepaalt, je voelt dat het in je hoofd zit, hè, zulke dingen. Mm-hmm. Ja, dat klopt. Dus als jij zachter, dus rood zachter wil spelen, ga je ook zachter stoten. Dus zachter, zachter, stoot. Maar wel uithalen. En als je dan even goed uithaalt met je keu, dan ga je toch die lengte ga je maken. Dus zachtjes voelen met je onderarm, zachtjes voelen door de bal. Door de bal, kijk. Dan durven, hè. Nou doe je te voorzichtig. En nou is hij wel heel mooi op de eerste twee, ja, 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 ja. Maar goed, het is een beetje leren. Het is wel, je moet hem ook voelen, dus goed aangeven van, nou, zo moet hij. Je voelt en je gaat door. Oh. Dat is touché. Touché, ja. Maar ook alweer een slag, hè, met je onderarm, hè? Yes. Ja, kijk, dit is mooi. Zie je dat staan blijven? Hoe mooi. Dit is het perfecte. Zie je? Kijk, dit is gewoon knap. Nog een keer.
Iets te dik, ja. Wel weer mooi. Kijk, dit tempo is, wel, is goed, ja. Dit is wel de tempo, hoor. Te dik. Maxima, dat zijn millimetertjes. Maar goed, het is wel het moment van uithalen op bal 2. Dieper, hè? Dieper. Ga naar die catzone toe, hè? Dan word je... Kijk, en dan voel je dat je mooier... Je moet gewoon langer ingaan. Maar dan kan je mooier raken. Hebben, duw. Kijk eens. Oh, dit is lekker biljart, hè? Kijk, nou wordt je onderarm wordt een beetje getraind, ja. Hè? Hier zit een mooi slagje in, hè? Dat is grappig, hè? En je voelt het als je gewoon je hoogte een beetje afstemt, dat je dan gewoon... Nou, ik heb dit wel getraind, maar dan zeg maar die op de middenstip en de bal 3 steeds 10 centimeter verder leggen. Oké. Zoals jij het nu vertelt. Nee, er zitten verhalen. Ja, en zeker met die kegeltjes maakt het gewoon ook een beetje inzichtelijk ook. Die kegel, kijk, je bent met die derde bal, weet je, ben je eigenlijk alleen maar een beetje meer met het punt bezig. Nu heb je veel meer voldoening op 2 naar 3 toe. Dus je voelt je dikte en duw. Kijk, moet je kijken, man. Ja, dit is beauty. Terug en omhoog. En het is niet meer kijken of hij omgaat, hij gaat gewoon om. Hij gaat om, ja. En deze is mooi, hè? Qua tempo ook helemaal. Kijk, nou ben je gewoon met een diepe bal... Een mooie rood aan het spelen, zo kun je het gewoon zien. En hij is ook niet te zacht, hij is gewoon mooi op maat. Je moet ook wel een beetje aan wennen, hoor. Aan dit. Ja, maar het is een hulpmiddel, hoor. Het is echt, kijk, het is, ga maar in de ket zitten. En dan eventjes, niet te veel, want dan verlies je alweer snelheid, hè. Dus echt je kets opzoeken en dan gewoon hebben en duw. Kijk, zie je? Kijk, je wordt echt een tijger zo, hoor. Kijk, dit is niet op, hoor. Maar dat komt in je knie, hoor. Echt waar, hoor. Hey. Minuut laatste. Hey, Ton, dat zit echt in jouw knieën. Ja, het is de techniek. Het is gewoon het techniekje van, ik pak die... ik tart me gewoon en je wordt ook rustig, hè? En je voelt dat je gewoon, ja, dat het eigenlijk heel makkelijk gaat, hè? Oh, kan makkelijker, hoor. Ja, maar het is ook wenning, hè? Het is ook wenning en je moet het ook makkelijker laten gaan. Maar gewoon, kijk, hoe dieper je zit, dan weet je dat, ja, als je een tikje geeft, vliegt die al. Dus je kan heel makkelijk je energie laten overbrengen, dus hebben en door. Kijk, en vooral omdat je diep zit, kijk, dan is die afstand is niet meer belangrijk, hè? Kijk, is zo mooi. Zie je, kijk, dit is toch prachtig? Plaatsing op 3. Ja, maar iets te voorzichtig, zou je nog kunnen zeggen. Maar het is inderdaad... Misschien. Het is de dikte, inderdaad. Zo kun je het nou nog... Ik weet niet, als hij iets meer sneller zou hebben... Dat hij, ja, iets vlotter, hè. Iets vlotter, maar het is heel weinig, hè. Maar hij is al zo mooi, hè. Hij is al zo mooi. Het is even te dik, even... Ja, het scheelt helemaal niks. Maar wat ik goed van je vind, is dat je je voorhand mooi laat staan. En goed in die bal... gaat, hè? Dus je focus mooi, je voelt, je kan dieper, hè? Kijk, je moet je afvragen, kan ik dieper? Als dat kan, dan zit je... Dit is het gevoel van nee, dan zeg ik nee, oké. Ja, nou kijk, dan, nou ben je goed bezig, snap je? En nou uithalen, dit is iets te lief, het is iets te lief. Dat zie je ook aan de loop nu. Ja, hoewel... Qua dicht is hij ook niet te ja, nou ja, oké. Okay. Ja, maar dat is ook iets te ingehouden, zo kun je het ook stellen. Ja. Valt wel mee. Je bent gewoon iets te voorzichtig met het uithalen op rood. Maar wat je weer goed deed, was die diepte. Want je ziet aan die diepte dat je ook niet gigantisch uitbetaalt, want dan vlieg je helemaal naar de korte band toe. Ja. Maar je moet je iedere keer afvragen, wil ik hem ook dieper spelen? Kijk, als je hem nu deze hoogte geeft, kan je misschien iets harder afstoten, dan zou rood even meer lopen. Maar weet je, het is maar net hoe je dat een beetje inprogrammeert. Dus hebben en stoot. Kijk, nou speel je hem met energie. Dat is wel een diktefout, maar kijk, de korte band, hè. Kijk, waar je hem heen speelt, hè. Helemaal naar de korte band, hè. Met gewoon een, hè, dat je gewoon in je houding blijft staan, terug de keu en omhoog. Kijk, en daar gaat je keu heen en daar gaat je keu heen. Kijk, je leert op deze manier heel goed een trekstoot maken. Ja, dat klopt. Beetje krijt erop is wel... Even krijgen. Ja, die moet je erbij houden, hoor.
Ja, dat heb ik normaal ook. Kijk, en als ik nou dit doe bijvoorbeeld. Ik zet hier een kegeltje in. En ik zet hier een kegeltje neer. Kijk, dan ligt er eigenlijk een hele grote bal. Hè? Dus je trekt hem eigenlijk tussen de kegels door in dit geval. Dus je maakt van de gele bal een witte bal. Kijk, en toch in je ooghoeken voel je die kegels staan. Dat is de grap. Nou, ik zie alles wel staan. Hè. Ja, dat is grappig. En je moet alleen maar focussen op twee. Ik kan dieper, hè, denk ik. Ja, voel je hem? Kijk, voel je hem? En dan ietsjes terug. En dan denk je, nou, dit is mooi diep. Hup, er doorheen. Nee, zie je, dat was te diep. Ja, dat geef ik. Iets te twijfel opgezocht. Maar ook dan, hè. Kijk, ook dan. Gewoon die cats durven spelen. Kijk, te kort, hè. Te kort. Langer. Iets meer erdoorheen. Ja, langer. Ja, zie je dat je best wel hoog zit? Want anders zou rood niet zo hard lopen. Snap je wat ik bedoel? Kijk, je kan eigenlijk aan rood zien dat je niet diep zit. Oké. Okay. Als je heel kritisch wordt dan, hè. Dat je eigenlijk nog dieper kan. Want als rood hard loopt, Ton, dan zit je eigenlijk... Te hoog. Ja, dan zit je te hoog. Ja. Oké. Okay. Dan denk ik dat ik zo ongeveer... Want als jouw bal bij de witte... Ja? Ja. Goed zou moeten zitten. Ja, zeker. Zeker. En goed naar rood kijken. Tjak. En blijf in de lucifer kijken, die stil komt te liggen. Kijk, zie je die lucifer? Die ligt hier. Kijk, hier ligt die lucifer. En hoor maar of hij doet. Tik. Ongelooflijk, hè? Hoe dat werkt, hè? Moet je kijken. Nou, je trekt hem toch... Het gaat vanzelf. Even terug. Het gaat vanzelf. En dan moet je met gewoon... Met weinig tempo. Ja. Dat is ongekend, hè? Maar ik leer dus nu de trekstoot, die leer ik je gewoon voelen met een diepe voorhand. Kijk, en als je dus deze kegel raakt met een wat hogere voorhand, ja, dan mag hij natuurlijk. Een hogere voorhand. Ja, dan kan je dus harder rood spelen. Dat moet ook, denk ik, hè? Ja, oké, omdat hij boven hier ligt. Nou ja, precies. Maar kijk, als je natuurlijk hoger zit, dan kan je hem niet zachtjes stoten, want dan komt hij er niet. Je moet... Nee. Je moet aan je hoogte voelen welke afstand die je afbrugt op de dikte. Dus een dikke rood, een mooie rood, naar de kegel, boem, en staan blijven. Zie je, nou val je hem niet aan, zeg maar, hè? Hij is ook te dun, hè? Hij is ook te dun. Dus we gaan de rood aanvallen. Je voelt... Okay. Rood aanvallen. Ja, want je zit hoger aan je bal, dus dan kan je niet meer dat hele zachte wat je net deed. Kijk, dat dat is wel nuttig. Zie je, kijk. Kijk, nu kun je hoger aan je bal om zachter bij de kegel te blijven. Hoe mooi die ook is, hè? Snap je wat ik bedoel? Kijk, je raakt de kegel. Ja, maar... Maar hij gaat hem nog stevig raken. Ja. Dus als je dan hem ietsjes hoger met je knieën zou voelen, dus even hoger. Dus even je voorhand ietsjes hoger. Dus waar je net zat, was te diep met de klap. Ja, ik zat hier. Als je dan ietsjes hoger, dan zou je hem nog even steviger weg kunnen stoten. En dan gaat hij heel zachtjes naar de kegel, zit er nog meer energie in rood. Dus jij bepaalt gewoon eigenlijk de energie in rood met de hoogte die je speelt met je voorhand. Hebben, stoot. Rechtlijnig erin. Dat is amortiop. Ja, maar kijk, als je nog harder stopt, maar hij is ook iets te dun, hè. Kijk, want je ziet waar hij weer heen gaat, hè. Kijk, hij gaat hierheen, hè. Ja. Dus dat is ook een diktefout. Kijk, als hij hier blijft liggen, had het perfect geweest. Maar als hij hier gaat liggen, zit je te dun. Ja, juist. Dus, Okay. Ja. Dus zoek je goede dikte. Hebben, bam. Ja, door. Iets langer je keu. Voel je hem? Kijk, voel je hem? Dan heb je hem, hè? Het is mooi. Ja, dikte is oké. Ja, en ook de snelheid is ook niet slecht, maar ietsjes langer met je keu erin. Dus even meer. Iets er doorheen nog. Ja, als je dat stukje meer geeft, dan heb je hem. Maar daar moet geen twijfel in zitten, hè? Dus dat is, kijk, je voelt, bam. Het is echt een mooie slaande beweging, is het. Dus je goed kijken naar rood. Kijk, dat voelen is alleen maar wijzen naar je dikte. Wijzen, tak. Hebben,
tak. Kijk, nou er doorheen. Ja, nou ga je er niet doorheen. Nee. Die was niet zo mooi als die vorige. Kijk, dat ringetje staat daar. Je voelt de bal en je gaat door de ring. Dat is de ring en door de bal. Dat is de ring en door de bal. Zo ja, kijk, hou vast. Kijk, nou loopt die rode heel mooi, hè? Kijk. Nu loopt die rode, oké. Kijk, en jouw bal is in de controle, hè? Kijk, jouw bal is in controle, kijk eens. Kijk, nou ben je op de goede weg. Zo moet je dat zien, Tom. Ja, dus waarschijnlijk moet ik nou toch iets lager zitten, denk ik. Precies, of je had nog harder gemoeten, hè? Ja, zo? Nou ja, hoe meer level, nee, maar hoe meer level, hoe meer jouw bal natuurlijk gaat rollen. Maar er gaat ook twee harder. Ja. En dat wil je soms ook niet, hè? Dus het is maar net hoe hoog je gaat zitten en wat je wil met twee. En als je dat goed gaat leren, dus in welke hoogte je moet blijven staan, in welke klap je mag geven, want daar gaat het steeds om. Zie je, nou heb je hem gewoon te pakken. Ja, alleen rood is wat rustiger. Dus je zit gewoon weer dieper aan de bal. Dus het punt maken, weet je, dat is het punt. Dat is het punt niet. Maar dan een beetje leren, want dat is wat je eigenlijk een beetje leert. Nou ja, spelen met bal 2. Spelen met bal 2, een stukje amorti zoeken. Maar ik leer je dus, kijk, je hebt net alles gevoeld met diep. Nou, dan zag je, dan trek je hem tot de korte band aan toe. Nu ga je wat hoger en dan wordt er op een gegeven moment, dan wordt die snelheid naar 3, die moet harder op rood, want anders kom je niet bij 3. Bij de kegel. Kijk, dit is hem, hè. Kijk, nou raak je hem en die loopt nog. Wat doe je nu eigenlijk, hè? Zo makkelijk, hè? Ja, meer tempo in bal 2 geven. Ja, gewoon boem. Maar je blijft staan en je gaat erin, hè? Want dat is dan weer mooi, hè? Dus je laat het ook gewoon gebeuren, hè? De volgende. Ja. Terugtrekken, zag je het? Mooi. Zag je die terugtrekken, toch? Maar ja, je moet bijna met oogklepjes spelen. Je moet veel rustiger op 2 blijven. Beweeg maar eens niet voor. En gewoon die klap geven. En in je hoofd beweeg je voor. Dus je zegt tegen jezelf, voel, klap. Ja, kijk, moet je zien. Dat is nu niet zo slecht, hè? Kijk, nou heb je in je hoofd, Tom, kijk eens, het ligt bij elkaar, hè, daardoor, hè. Ja. Kijk, wat je nu doet, hè, ik leer je met je hoofd, dus je kijkt naar bal 2 en dan leer ik je tegen jezelf zeggen van, kijk, je gaat staan, je kijkt naar bal 2 en dan zeg je voel, 3. Dat valt dus niet mee. Voel, 3. Nou, ik voel. Zonder voorbeweging te doen. Nou ja, je beweegt wel voor, maar in je hoofd. Ja, dus om zo te blijven staan en dan alleen in je hoofd zeggen. Ja, maar je moet naar rood kijken, hè? Rood kijken. En dan, maar je voelt, als het goed is, als je het voelt, dan moet je aan je achterhand denken. Voel. Te diep, ja. Maar wel mooi. Kijk, zie je wel je beweging die je maakt? Kijk, die is rechtlijnig, hè? Ja. Ja, dat komt omdat je nu weer aan afstand denkt, hè? Ja. Maar je moet met je knieën moet je ietsjes lager durven, ietsjes hoger durven. Met je knieën regel je eigenlijk de perfecte hoogte. Maar wel dragen van je keu, hè? Dus draag je keu. Dus als je denkt, nou, ik moet toch iets lager, dan ga je weer iets lager en dan druk je me weer in. Druk. Ja, kijk, daar gaat hij al, hè? Te laag, hè? Wel zuiver. Maar zie je hoe snel je dus die amorti loslaat, hè? Ja, maar ik denk, dat, tenminste, ik heb het gevoel dat ik merk dat ik dan tijdens het afstoten gaat zakken. Ja. Om toch je rendement te halen. Dan blijf je toch een beetje... Ja. Dus je moet je er ook een beetje aan overgeven eigenlijk, hè? Aan die dikte.
Nee, maar tijdens het afstoten dan merk ik dat het toch dit doet. Ja, ja, dat klopt. Dat klopt. En dat moet ik eigenlijk dan niet doen. Nee, je moet echt staan, stilstaan en druk. Stilstaan, voelen, voelen, druk. Ja. Hij loopt wel, maar niet de goede dikte. Nee. Rood kijken. Rood is belangrijk. Rood, 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 rood. Stoot. Zo, ja, dan door. Nou door, hè. Kijk, nou ziet hij voorzichtig. Dit is hem, hè. Dat is hem, ja. Dit is hem. Erin. Ja, dit is gewoon, nou moet je gas geven. Of een level geven, als het ware. Want je moet echt, je moet je keu eigenlijk zien, hè, Ton. Hè? Dat weet je nog, hè, met die ring. Kijk, als je die ring hebt, dan moet je je keu zien. Dat die daar naartoe gaat. Dus je moet echt je keu door de bal laten liggen. Dus zien. Alleen maar je top van je keu willen zien. Onderarm, stoot. Onderarm, stoot. Stoot, zie je? Te dik. Kijk, en wat ik ook wel eens doe, hè. Kijk, je kan natuurlijk de bal 2 nog harder stoten. Kijk, je kan hem zo hard stoten dat hij korte band, lange band, dat hij naar de hoek gaat en jouw bal richting een kegel gaat. Dus je kan, kijk, het is maar net wat je wil met die rode bal. Kijk, die rode bal, wat wil ik met rood? Wil ik hem een klap geven? Dat hij heel veel in mijn, kijk, als ik nu stoot door de bal, dan gaat rood lopen. Als ik natuurlijk een flinke level geef, dus ja. Een stevige level, dus een stevige 3, dus 3. Kijk, moet je kijken hoe die loopt. Dan moet je kijken waar die rooi in gaat. Ja. Moet je kijken. Ik zit best wel hoog aan mijn bal, hè? Ja, maar je geeft meer level erin. Ja, een behoorlijke klap, ja. Maar moet je kijken wat je speelt, hè? Maar ik weet dat die, door die klap, dat die daar helemaal heen gaat. Dat die echt gaat lopen. Dus daarom, als je die level dan vasthoudt in die 2, dan is hij gelijk een stuk rustiger. Dus als je gaat staan en je zit weer hoog aan je bal, dus die dikte. Kijk, je kijkt naar die rooie en je zegt 2. Kijk, dan wordt die veel rustiger, zie je? Het is 1 beweging, hè? Ja. 2. Het is wel humor, hè? Als je... Ja, keurig. Oh, beauty. Hij is niet om. Ja, stop. Dit is top. Hij komt mooi terug. Dit hier zat een beetje gewoon... Je voelt het, hè? Nou, ik dacht van, oké, 2. Ja, dat zag ik. 2. Ja, echt mooi. Dat zit in je hoofd, hè? Dat is de en of je aan een 3 denkt, of als je aan een 3 denkt, dan had je veel harder gestoten. Kijk, je doet iets met je gedachten en dat is belangrijk. Dat je keu het doen wat je wil. Wat je wil. Kijk, bam, kijk, erin. Zie je, kijk eens. Nou, ik heb niet te veel gezegd als ik het zo bekijk. Gaaf, hè? Ik vind het wel heel leuk om te zien, moet ik zeggen. Het is grappig, in één keer heb ik je te pakken, zeg maar. Gewoon dat je denkt, maar hoe mooi blijf je nu wel niet staan, hè? Gewoon dat je in je gedachten een level hebt, zeg maar. Dus het voelen, maar je gevoel is nu een 2. En als je voelt een 3. Nou ja. En laat het maar gebeuren, hè? Als je stoot, later, je moet niet... Kijk, wat er gebeurt. Je laat gewoon die stoot maak je. Kijk, dit is je hoogte en je blijft gewoon 100% staan als bij een... Een 5 of een 4, maar je drukt hem erin. Hoppa, kijk, daar gaat hij al. Kijk, met gemak. Die afstand is het probleem niet meer, hè? Nee, maar niet de hoogte nog. Precies. Ja, niet de hoogte. Maar zie je dat je daarmee leert spelen, Ton, hè?
Kijk, en als je in een wedstrijd zit en jij moet een beetje dat gevoel moet je ook krijgen van je amortie zoeken, een beetje je hoogte zoeken. Wat kan ik? Hoe reageren de ballen? Vliegen ze terug? Of kan ik hem? Daarom begin je gewoon met laag en je gaat een beetje tillen met je keu en denk je nou, en dan sik je hem eens in en denk je nou, hij reageert wel heel erg, mag veel hoger zitten. Dus je leert eigenlijk heel sterk je ziet hoe sterk je nu met twee bezig bent, Ton, hè? En helemaal niet meer zo met punten bezig, hè? Nee. En dat is leuk, hè? Ik ben meer met bal twee bezig. Ja. Ja, dat is mooi, hoor. Kijk. Hup, erin. En terug. Te dun, hè? Te dun, ja. Ja, te dun. Mijn telefoon.